Kijken of we kunnen hangen en zitten op haar. Vandaag zien jullie het eerste deel van Goldie beleren. Ik ben met Goldie al heel veel bezig geweest met loswerken en grondwerken. En we hebben een aantal schiktrainingen gehad. Het ging eigenlijk heel goed. En we gaan vandaag even proberen of we vandaag kunnen zitten. Ik zal jullie nog wat eerdere beelden geven en wat uitleg van het voorwerk wat ik heb gedaan. We hebben een klein beetje gefilmd. En dat laat ik jullie nu zien met een voice-over. En daarna gaan we beginnen met de rest van deze video, namelijk het kijken of we kunnen hangen en zitten op haar. Mijn instructrice heeft even gekeken naar het zadel en die past voor nu wel aardig goed. We laten nog deze week even een zadelmaker langskomen om te kijken of we zeg maar een goed passend zadel voor haar hebben. Deze kan prima, eigenlijk moet ze een iets smallere boom. Mijn zadel is verstelbaar, dus met een verwisselbare boom, dus dat gaan we zeker doen. Dus we gaan zo aan de slag, dus let's go! Nou, hierbij een voice-over van het voorwerk van Goldie. Ik heb geoefend met springen naast haar, want eerst schoot ze eigenlijk tegen het dak aan. En ik wil gewoon als ik spring naast haar, dat ze niet reageert en dat ze het niet meer eng vindt. Nou, dat heb ik hier een paar keer gedaan. En ik blijf nog even lekker springen, want ik vind het gewoon heel belangrijk dat ze daar niet van schrikt. Nou, hier ga ik met de bezem er langs heen. Ik vind het heel belangrijk dat ze daar ook niet van schrikt. Dat ze eigenlijk alles niet meer eng vindt. Gewoon lekker bezig en bezig gaan. Hier ging ik voor de eerste keer de voetjes afspoelen. Dat deed ik met een zachte straal. Dit vindt ze best wel heel spannend. Maar ondanks dat doet ze het echt wel heel goed. Bouw ik gewoon rustig op. Eerst ernaast, dan op de hoef en dan op het beentje. Hier zie je dat ze er iets op reageert. Ze wordt een beetje wiebelig. Maar dat is absoluut niet erg. Het is de eerste keer, dus ja, weet je, ik heb helemaal geen verwachtingen en dit bouwen we gewoon langzaam op. Want uiteindelijk moeten die voetjes ook worden gewassen voor een concours, aangezien ze 4 witte voeten heeft. Nou, dit doet ze echt heel braaf. Ik ben gewoon met voor en achter vinden ze vaak minder fijn. Zoals ik zei, trap ze achter soms nog een beetje en daardoor ja, vindt ze de straal op de benen ook niet zo leuk. Ik heb hem redelijk zacht gezet, maar ondanks dat, ja, schrik ze er af en toe nog wel een beetje van het geluid en van de straal tegen haar benen. Maar dat deed ze uiteindelijk heel braaf. En dan stop ik er ook mee. Nou, hier leg ik de slang weer terug. Atselats. En hier ga ik rustig beginnen met opzadelen. Ik had al een paar keer het zadel en het hoofdstel opgedaan. En bij Goldie had ik gewoon een heel... Ja, had al wat voorwerk gedaan omdat we de deken erop deden. En als ze de deken al kent, dan kent ze het geritsel en het gekraak al op haar rug. Ik laat het nog even ruiken aan de dekjes en aan de bondjes. En dan leg ik rustig het zadel erop. Ik doe dit gewoon met zadelhoes. Mocht ze uit de plaat gaan, dan is mijn zadel misschien iets minder beschadigd dan dat die zou zijn als ik geen hoes op heb. Dit doet ze eigenlijk ook heel braaf. Doe ik het dekje nog even goed. En dan begin ik zo met de single. Eerst even kijken of die, hoe goed die op moest. Welke kant het was. En dit doe ik ook gewoon heel erg rustig. Ze... raakt al een beetje gewend aan het geluid, aan het getrek aan haar, zeg maar. En dat is heel braaf. Ik heb het een aantal keren al herhaald. Nou, even contact maken met haar en rustig aansingelen. Dit doe ik echt gaatje voor gaatje, zodat ik niet wil dat ze een singelnijd krijgt. Ze vindt het in het begin wel een beetje spannend. En ze reageert een beetje op de Shetlanders, maar dat is absoluut niet erg. En ja, ik vind het gewoon heel belangrijk om rustig aan te singelen en gewoon rustig te kijken hoe en wat. Ik voel nog even aan de single. Moet ze ook leren. En hier single ik haar nog een gaatje aan. Niet in één keer te strak. Zodat ze niet in één keer die single druk krijgt. Dat vind ik heel belangrijk. Gewoon even aaien dat ze braaf doet. En dan doe ik de zadelhoes er weer even goed om. Nou, hier gaan we naar de bak. We hebben een aantal keren gelanceerd met zadel. Maar dit keer dacht ik, ik ga wat grondwerk doen. Ook heel belangrijk. En dan wendt ze ook aan het geklapper en het gekraak. Nou, Goldie wil wel heel vaak voor me uitlopen, dus we zijn flink bezig met grondwerklessen. Maar omdat ze van het land afkomt, vindt ze het gewoon heel moeilijk.
En ja, op zich doet ze het heel braaf. Ik had wat kleine koekjes meegenomen. Normaal doe ik dat niet. De ene keer wissel ik het af, de andere keer doe ik het wel, doe ik het niet. Maar ze vonden die dag heel spannend, want er was heel veel wind. En nou, ze blijft mooi bij me. Kijk, nou, gaat ze iets spanning opbouwen, laat ik haar bij stilstaan. Doet ze ook heel netjes, alleen het probleem is nog wel dat ze vaak voor me uitloopt. Maar zoals we zeiden, we zijn bezig om dat er een beetje uit te krijgen. Ze is nog hartstikke jong, dus ik verwacht daar geen problemen mee. Dus we gaan straks hier wat grondwerk doen, een beetje terug, een beetje volgen, een beetje spelen. En ja, dit heb ik een paar keer gedaan, zodat het voorwerk goed is, zodat ze het leert. En dat kan ook daarnaast, het hoeft natuurlijk niet altijd op. Dus dat heb ik de eerste 2 weken gedaan. En ja, dat was het eigenlijk wel een beetje. Dit is mijn voorwerk en ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. En misschien mee kunnen nemen in jullie eigen beleerproces. Dus yes, veel plezier met kijken. Nou, ik ga even gewoon beginnen met poetsen. Dat vind ik gewoon heel belangrijk. Zodat ze gewoon een beetje gespannen is. Ze heeft best wel wat haren. En ze reageert enorm erg op Red Bull. Red Bull is namelijk haar vriendje geworden. Dus af en toe is ze nog een beetje onrustig, loopt ze een beetje te gillen. Maar ze is flink aan het haren. Dus we gaan eerst even lekker poetsen. Soms is ze nog een beetje happerig. Ik heb laatst geoefend met de beentjes afspoelen. Want ze wou nog wel slaan met de achterbenen. Niet heel erg, maar ja, weet je, ze is eigenlijk niet zoveel gewend. Dus ik heb geoefend met de been afspoelen. Want ze zeggen vaak, je hoeft met zich als ze vaak slaan. Zo gewoon dat je rustig opbouwt met de straal op de benen. Want zodra ze niet meer trappen naar de slang, gaan ze ook niet meer trappen bij de voetenkrabben. Dat deze eigenlijk vrij goed. Dus ja, dat hebben we gewoon een beetje opgebouwd en ze heeft eigenlijk niet heel gek gedaan. Ze begint nu ook eigenlijk wat meer in gewicht op te komen en iets meer spiertjes te krijgen door het loswerken. Want we hebben iemand die hier loswerkt. Dus dat doet ze ook 2 keer in de week. Dus ik ga nog even verder poetsen en dan ga ik haar zo opzadelen.
Maar eerst heel even iets rangeren voor de tijd. Is een paar keer gedaan. Dat heel even als de gekke bokkensprongen komen, dat ze uit zijn. Geef natuurlijk geen garanties. Maar omdat het nu heel veel indrukken zijn, willen we haar toch even op een voltertje laten stappen. Zodat ze het toch nog een beetje doet. En ze hoeft niet heel wat te rennen, maar het gaat gewoon echt even omdat ze een klein rondje loopt. Dat doet ze heel braaf, heeft ze echt niet vaak gedaan. Dus dat doet ze echt heel braaf. Nou, wat ik dus heel belangrijk vind om te gaan doen, is dat ik een paar keer omhoog ga. Zodat het paard leert dat er iemand omhoog komt of oftewel opstapt. Dit hebben we een aantal keren herhaald hiervoor en dat deed ze echt supergoed. Ook gewoon goed belonen en even de drukte weer vanaf. Dus een rondje stappen. Voornamelijk als ze iets spannend doet, wil ik gewoon dat ze weer gaat stappen. En dat de drukte weer vanaf is, zodat ze heel even kan landen en kan ademhalen. Goldie is best wel snel, zeg maar, onder de indruk van iets. Dus ik vind het gewoon heel belangrijk om dat in kleine stapjes te doen. Nou, hier ga ik het weer een keer doen om te kijken of ze zeker weten en niet reageert. En als ze hier niet op reageren, dan gaan we hangen. Sommige mensen hangen met hun voet in de beugel, alleen ik kom er gewoon niet snel af of ik val er voorover. Dus vandaar dat ik het kies om mijn voet niet in het beugel te doen. Het is maar net wat iedereen fijn vindt. Ik vind dit veel fijner, want als er iets is, dan kan ik altijd via de achterkant afstappen. En met de voet in de beugel heb ik gewoon het gevoel dat dat niet kan. We hebben eerst stilgestaan en nu gaan we stapje voor stapje lopen. Kleine stapjes en even stilzetten. Straks, zodat ze gewoon even rustig weer kan ademen en even rustig weer kan worden. Dat gaat hartstikke goed. Ik ga er weer even af. En dan gaan we het straks nog een keer herhalen. Want ze deed eigenlijk bijna niks, maar ik voelde wel een lichtelijke spanning. En die spanning wil ik eerst weg voordat ik erop ga stappen. Dat vind ik gewoon heel belangrijk, zodat we gewoon met een veilig gevoel op kunnen stappen. Dus hier gaan we het gewoon nog een keer herhalen. We hebben extra een halsje eronder gedaan de eerste keer, omdat ze het hoofdstel nog niet zo goed kent. En anders heeft ze die druk in haar mond en nu heeft ze gewoon de druk op haar hoofd. En dat doet ze ook echt heel goed. Ze voelde heel vertrouwd. En de tweede keer voelde ik al veel minder spanning dan de eerste keer. En we houden daar natuurlijk heel goed in de gaten. Nou, hier ga ik eerst even hangen. Pakt Anne Floor mijn beugel en stap ik heel rustig op. Ik probeer de eerste instantie een beetje laag te blijven en nu pak ik mijn eigen beugel, zodat Anne Floor niet naar de andere kant hoeft. En ik laat ze gewoon eerst even staan. Gewoon even dat ze denken, oké, er zit nu iemand op mij. Ga ik het spannend vinden? Ga ik het niet spannend vinden? En gewoon goed belonen. Nou, Goldie heeft altijd de drang om heel graag te gaan lopen. Nou, dan laten we dat ook wel toe. Ik pak een klein beetje mijn teugels op maat. En hier zie je al dat ze eigenlijk uit zichzelf wil lopen. Nou, goed. Best nog wel, je ziet aardig wat spanning, maar ondanks dat doet ze het heel goed. En hier was de spanning al een beetje weggevloeid. Ze was heel erg oplettend aan de oren te zien. Maar ondanks dat doet ze dat heel braaf. Ik verplaats mijn gewicht juist iets naar voren, omdat ik dat fijner vind, zodat het gewicht op de voorhand komt. En ik heb het gewoon heel simpel gehouden de eerste keer. Gewoon een dom rondje stappen. Omdat ze heel snel onder de indruk is, is het eigenlijk al genoeg voor haar. En we willen haar niet overdonderen als ze later dan bijvoorbeeld niet meer braaf wordt. Nou, een paar keer stoppen en wegstappen, dat hoort er ook bij. En dit doen we gewoon echt niet lang. Ik denk 3-4 rondjes en dat bouwen we uiteindelijk op. Ik heb hier ook nog echt geen druk op de teugels en ik geef nog geen been. Dan ga ik later pas mee beginnen, na de tweede of derde keer. Zodat ze een beetje weet wat nu de bedoeling is en dat ze daar gewoon een routine in krijgt. En dat doet ze heel erg braaf. En ik stap eigenlijk altijd af bij de jonge paarden met een zwiep. Dus als ze wegrennen, dan heb ik mijn voeten niet in de beugels. En daarom spring ik een paar keer. Deze is echt, echt super braaf. En zo gaan we een beetje verder. Dus ik hoop dat jullie een beetje een inkijk hebben waarom wij dingen zo doen. En waarom ik het zo doe. En voor iedereen is het natuurlijk anders. Anne Floor, hoe ging het? Ja, heel goed. Dat was super knap. Heel braaf geweest. We hebben het hoofdstel weer even afgedaan, omdat het even een beloning is, omdat ze het nog niet zo goed kent. En ze is echt heel rustig. En we hebben specifiek dit gekozen, omdat hier ook altijd met haar gewerkt wordt. En ze deed echt heel braaf. Ze voelt het heel vertrouwd aan. Het hoeft niet lang. Het is nog maar een baby. Dus we gaan gewoon elke keer om de dag even kijken of we wat op kunnen pakken. Maar we proberen natuurlijk wel afwisseling te hebben.
En het viel me echt niks tegen. Ze gaan haar lekker aftuigen op de poetsplaats. Krijgt ze wat brokjes en dan gaat ze lekker weer de stal in. Je hebt het goed gedaan, meisje. Mama trots op je. En waarom tuigen we haar af op de poetsplaats? Omdat dit voor haar een vertrouwde plek is en zodat de stal gewoon lekker de eigen veilige rustplekje is, zeg maar. Waar wij er niet geen spannende dingen mee te doen. Ja, en dus wordt hier natuurlijk opgezadeld, dus wordt hier ook gewoon opgezadeld. Het moet een routine voor haar worden. En we verwachten eigenlijk dat het geen probleem is. Ze is al veel rustiger dan vorige week. En ze laat alles echt heel goed toe. Dus daar zijn we echt heel blij mee. Met de single doen we nog rustig naar beneden laten gaan. Zodat ze hem niet heel wat tegen de benen aankrijgt. Het blijft natuurlijk een jong paard. Dus we moeten daar wel in het begin een beetje rekening mee houden. Ze is mentaal nu ook wel een beetje moe, denk ik, zie ik. En dit is echt genoeg voor haar. We doen echt alles in alle rust. En dan blijft zij het ook leuk vinden. En ze moet nog heel veel groeien, maar we zijn echt heel trots op haar. Dus we gaan haar even wat brokjes geven en een dekentje omdoen. En dan gaat ze lekker naar bedje toe. Bedankt voor het kijken. We zien jullie bij de volgende video. Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. En tot de volgende keer. Doei! Doei!